Uh, heb je bijvoorbeeld een leuke dag gehad? Je komt altijd maar in een weekhuis. Dat valt meestal zwaar. Weduwe Henny Pollard uit Gemond is 76 jaar en woont zelfstandig. Hoewel ze lichamelijk fit is, begint haar geheugen na te laten. Ze is best wel vergeetachtig en dan gebeuren er rare dingen. Ik vind echt wat ze toe is aan haar woning: dat ze meer verzorging, meer mensen die zich om haar bekommeren. Als er iets is dat ze ook iets kwijt kan als ze eenzaam is. Annie heeft geen thuishulp. Wel krijgt ze regelmatig bezoek van haar dochter en haar zus, tevens buurvrouw. Toch voelt ze zich eenzaam, net als vele andere ouderen. Als hieronder iets was geweest. dat ze dat hier niet hebben gemaakt. Voor de kaart en de kinderen, de mensen bij elkaar. dat heb je hier niet. Dat mis ik. We zien wel dat er steeds meer ouderen zijn die aangeven alleen te zijn, weinig contact hebben met de omgeving. Um, dus dat is wel een beeld dat we zeker herkennen. Ja. Onderzoek onder huisartsen en wijkverpleegkundigen wijst uit dat ouderen steeds vaker eenzaam zijn en ook dat er te weinig zorg is. Zowel van professionals als van familie en vrienden, oftewel de mantelzorgers, met alle gevolgen van dien. Ja, met name op het stukje van lichamelijke verwaarlozing. Hè. Mensen die toch, uh, er niet aan denken om drie keer per dag een, een, een goede voeding binnen te krijgen. Uh, mensen die zich inadequaat in, in verzorgen. Hè. Dat zijn wel dingen waar we bezorgd over zijn. En die kan niet naar een verpleeghuis toe. Daar komen alleen ouderen terecht die intensieve 24-uur-zorg nodig hebben. Binnenkort gaat ze naar een aanleunwoning waar meer ouderen wonen en waar zorg snel voorhanden is. Voor haar prima, vindt huisarts Bekkers. Maar het is niet in alle gevallen de oplossing. Het zou een potentieel inderdaad een oplossing kunnen zijn. Van de andere kant moeten we ook mensen niet dingen opleggen die ze niet willen. Dus ik denk dat we vanuit de huisartspraktijk proberen weer echt te zoeken van wat de behoeften van de mensen zijn. En ik denk dat we daar steeds meer op moeten gaan, gaan inspelen. Het is nog onduidelijk wanneer Henny Pollard in de aanluunwoning terecht kan.